Er zit een mier in. Wat, in een brandnetel? Ja. Branden die hun voetjes niet dan? Nee, die mieren die schijnen er wel goed tegen te kunnen. Ja, hij blijft wel mooi hoor. Ik bedoel, je wilt hem natuurlijk niet in je tuin. Maar dit is de grote brandnetel. Latijnse naam is Urtica dioica. Maar het is best ook een hele bijzondere plant. Want hij is ook nog geneeskrachtig. Hij wordt ook gebruikt tegen rheumatoïde artritis. In het paleo dieet maken ze hem, knippen ze hem, puntjes eraf en gooien ze in de salade. Pesto. In de pesto, ook nog eens een keer. Het is ook nog eens een waardplant voor vlinders. Die zetten hun eitjes eraf, dat worden rupsen en vervolgens weer vlinders. Oftewel, hij wordt in de thee gebruikt, nou, noem maar op. Het is best een hele bijzondere geneeskrachtige plant. Maar ja, als je hem eenmaal in de tuin hebt, wat dan? Het is een meerjarig onkruid, komt dus elk jaar weer terug. En ook nog eens een wortel onkruid. Dus door de grond heen maakt hij ondergrondse wortels en daar vermeerdert hij zich op. Natuurlijk, deze bloemen die hierin zitten, geven uiteindelijk zaad. En ook via dat zaad kan hij zich natuurlijk vermeerderen. Kortom, als je hem in de tuin hebt en je doet er niks aan, dan vermeerdert hij zich heel snel en kom je er op een gegeven moment ook bijna niet meer vanaf. Nou, je kunt natuurlijk gaan bespuiten chemisch, maar jongens, alsjeblieft, die tijd hebben we nou wel gehad, hè. Als je dit ziet in je tuin, dit is jouw oplossing. Steekschop erbij. Even kijken of er nog meer zit. Nou, voor mij valt het mee. Ja. Kijk, en dit is gewoon de makkelijkste, de meest milieuvriendelijke en goedkoopste manier. En de beste ook nog om van je brandnetels af te raken. Nou, heb je ze eenmaal losgestoken? Het blijft natuurlijk altijd een beetje eng, hè, zo'n ding. Met die haartjes die jou dus gaan prikken. Maar op het moment dat je dit hebt losgestoken, na een minuut of 10 is de brand eraf en kan je hem zo vastpakken. Mocht je je nou per ongeluk prikken, pak dan een stukje hondsdraf of weegbree, dat kneusje en dat wrijfje over je bult heen. Met een half uurtje is de jeuk weg. Brandnetel. Oh, en ik zal even een stukje hondsdraf pakken, dan weet je ook meteen hoe dat eruit ziet. Kijk, dit is hondsdraf, maakt van die prachtige lange slierten. En is te herkennen aan, ja, aan dat typische, een beetje hartvormige blaadje. Kijk dit. En er komt een klein paars bloemetje in. Is, ja, door sommigen ook een onkruid genoemd. Maar als ik het in de tuin zie staan, vind ik het eigenlijk wel leuk. Ja, dat mag je zelf weten. Het ging om de brandnetel.